Oké, we kunnen terug starten. We starten met een lezing rond licht dat toekomstgericht is en dat efficiënt kan gestuurd worden via DALI en DALI 2. Aan het woord is Roderick Felman. Hij werkt binnen EasyLux, een van de partners binnen dit congres, beurs, event. En ik geef hem het woord. Ga je gang. Nou, goed. Het is even wennen hè, met het microfoontje. Ik ben niet gewend met de microfoon te praten, omdat ik een vrij harde stem heb. Maar nu kan ik wat rustiger praten. Dat scheelt. Nou, fijn dat er zoveel belangstellenden zijn voor een stukje informatieve lezing over lichtsturing. En daar is heel wat gebeurd in de loop der tijd met lichtsturing. Want hoe deden we dat vroeger? Nou, heel simpel. Licht werd gemaakt met een kaarsje. En zo dimden wij het licht. Maar ja, dat is niet meer van deze tijd. Het future lighting. En dat gaat om licht toekomstgericht te sturen. En dat doen we in de markt met DALI en tegenwoordig met DALI 2. En DALI en DALI 2, dat zijn vergelijkbare protocollen, maar er zit wel een verschil in. En dat ga ik jullie uitleggen. En ik ga ook iets over mezelf vertellen. Want wie staat hier nu eigenlijk? Nou, dat ben ik. Zo. Een heel verhaal, maar 15 jaar geleden ben ik begonnen bij de elektrotechnische groothandel. En daar moesten we ook duurzame verlichting verkopen, LED-verlichting. En er waren ontzettend veel fabrikanten. En al heel snel kwam ik erachter dat er ook wel heel veel verschillende kwaliteit bij die fabrikanten zat. Dus ik wou me er verder in verdiepen. Dat heb ik gedaan door wat trainingen te volgen. En uiteindelijk werd ik in 2018 gecertificeerd als European Lighting Expert. Wat weet je dan over verlichting? Nou ja, ik vertel mensen, klanten van mij vaak, van wat weet je? Ik zeg, ik weet hoe ik een peertje kan verwisselen. En eigenlijk ook waarom we dat niet meer moeten doen. Nou, sinds 3 jaar werk ik bij EasyLux. Ik weet niet hoeveel mensen EasyLux kennen. EasyLux produceert lichtsturing. En dat doen we met een bepaalde visie en missie. Dus daar hebben we hier altijd in onze presentatie erin staan. Ook nu vind ik wel belangrijk. En onze visie is dat onze intelligente oplossingen bijdragen leveren aan de leefkwaliteit en hogere energieefficiëntie. En dat voor iedere werkplek. Dus onze focus ligt ook op werkplekken. Nou, onze missie die we daarvoor hebben uitgestippeld, dat je ook mooi beschreven. Onze behoeftegestuurde automatiserings- en lichtoplossingen voor kantoren, onderwijs- en zorginstellingen moeten daar de bijdrage aan leveren. En we doen dat voor installateurs, adviseurs en investeerders. Want die investeerder, die eindgebruiker, is wel heel erg belangrijk. En daar kom ik straks ook op terug. Want wat betekent DALI? DALI 2 nu eigenlijk voor zo'n investeerder. Maar eerst even terug naar verlichting. De ontwikkeling van verlichting. Oh, volgens mij gaat die even te snel. Nee. Verlichting vroeger, olielampen, gaslampen. En ergens in 1910 is het octrooi voor de gloeilamp zo'n beetje, of 1880 eigenlijk al. Edison had daar de gloeilamp het octrooi voor vastgelegd. In 1910 kwam eigenlijk het peertje in de markt. En daarna is eigenlijk de ontwikkeling best wel in een vogelvlucht gegaan. Fluorescentielampen rond 1930 eigenlijk al, hè, dat is al vrij lang geleden. En in 1960 is de LED uitgevonden. Toen was het nog steeds niet echt heel interessant om daarmee verlichting voor het interieur mee te bouwen. Alleen in 1990 is de blauwe LED op de markt gekomen, is uitgevonden. En sindsdien is de kwaliteit van LED ontzettend vooruit gegaan. En inmiddels zijn er armaturen, LED-armaturen met geïntegreerde sensor zelfs. Nou, waarom is die lichtsturing zo belangrijk geworden? 1973 hadden we nog gewone bakkelieten schakelaars nog in huis. Maar we hadden ook de energiecrisis. Dus we gingen steeds meer nadenken van hoe kunnen wij nou zo min mogelijk energie verbruiken. En eigenlijk zijn we al in 1985 zijn we al begonnen met dimmen. 1 tot 10 volt. Draaidimmetjes. Sensoren. Nou, we hebben allerlei crises gehad in energie. En steeds belangrijker was om energie te besparen. Maar ook om steeds meer comfort te bereiken. Uiteindelijk zijn wij richting 2030. En gaan we kijken naar DALI 2. Trouwens wel even goed om te kijken hoe die besparing eruit ziet. Het linker grafiekje,
dat is gewoon het conventionele. Licht aanzetten als je ruimte binnenkomt en als je de ruimte weer verlaat aan het einde van de dag het licht uitzetten. Geen enkele energiebesparing. Op het moment dat je op aanwezigheid kunt schakelen, dan praat ik nog niet over dimmen, nog niet eens over een lichtsturing, dan kun je al 40% energie besparen om gewoon op aanwezigheid of afwezigheid licht uit te schakelen. Ga je naar het rechtste grafiekje, dan zie je al met dimmen dat je die besparing al naar 60-70% kunt krijgen ten opzichte van conventioneel. Dus dat is een behoorlijke besparing. We hebben het over DALI. Wat is DALI? Als ik dat bij klanten vraag, installateurs, zeggen ze, ja, daglicht, daglichtregeling. Dat kun je doen met DALI, maar dat is geen DALI. DALI is niks anders dan dat je een component in het hele verlichtingsnetwerk een adres kunt geven. En dat doe je digitaal. Digital Addressable Lighting Interface. Niks meer en niks minder. En alle informatie wordt met bitjes en bytejes overgezonden. Dus het is een communicatieprotocol voor verlichting. En wat doen ze? De apparaten versturen berichten over en weer over de DALI-bus. Een tweeaderige kabeltje. En dat protocol wordt verstuurd tussen apparaten, maar er kunnen ook sensoren zijn, schakelaars. Dus niet alleen verlichting. Het DALI-signaal is digitaal tussen de 11,5 en 22,5 volt, gelijkspanning. En als je hem separaat van een vijfaderige kabel, want heel vaak is de discussie nog, is het een safety extra low voltage. Alleen als je hem loskoppelt van de voeding. Want heel vaak worden met WLAN worden vijfaderige kabels gebruikt. En dan zit die gewoon in de mantel samen met de 230 volt. En dan is het uiteraard geen installatie die daaraan voldoet. Dat is DALI, sinds 1997 al op de markt. Ondertussen zijn er heel veel fabrikanten geweest met DALI-oplossingen. En waar lopen installateurs tegenaan bij het opleveren? Verlichtingsinstallatie, een van de laatste punten van de oplevering. En wat gebeurt er? Het werkt niet goed met elkaar samen, het communiceert niet. Er zit ruis op de lijn. Sommige fabrikanten zeggen, ja, ons DALI heeft een accent. En dat moet je wel begrijpen. Het probleem voor de installateur is dat hij ontzettend veel tijd kwijt is om het op te lossen samen met de fabrikant. Veel faalkosten wil ik niet noemen, maar het zijn wel extra kosten die de marge onderdrukken. In 2017 hebben alle fabrikanten, de vooraanstaande fabrikanten en de DALI Alliance, hun hoofden bij elkaar gestoken en tot een certificering van DALI gekomen. En wat was het doel? Om een stukje garantie te geven in de communicatie tussen alle DALI-componenten. En hoe kun je dat bewerkstelligen? Door het landschap opnieuw te definiëren en op protocollen af te stemmen waar het aan moet voldoen. En dat is de taak van de DALI Alliance. Die hebben ook een hele mooie website, dus dalialliance.org. En daar kun je dus gewoon op de database kijken welke producten voldoen aan DALI 2. En als je die toepast in installatie, dan is het samen communiceren van die componenten is gegarandeerd. Nou, dan kijk je naar het DALI-landschap, want er komen steeds meer componenten in dat hele DALI-netwerk. We hebben te maken met human-centric lighting, tunable white. We hebben te maken met allerlei draadloze applicaties, allerlei andere communicatieprotocollen met gateways, etc. En dan moet je dus dat hele landschap opnieuw gaan definiëren en moet je voor elke component moet je ook het protocol gaan definiëren, zodat je kunt toetsen of het daaraan voldoet. Het voordeel daarvan is ook dat het makkelijker is om te kijken van, gaat dat lukken met een DALI-netwerk? Lichtsensoren, kleurcontrole, actoren zitten erin, ook wat 1 tot 10 volt applicaties, Bluetooth Mesh Gateway, dat wordt allemaal heel erg modern al. Dan ga je allemaal draadloze schakelingen kun je daarmee realiseren. En dan zie je wel dat er veel meer mogelijk gaat worden in DALI 2, maar ook dat het gewoon gaat werken. Nou, wat is een eigenschap van DALI 2? Het zijn ook een aantal voordelen ten opzichte van DALI 1. Nee, omdat dat hele landschap opnieuw gedefinieerd is, is niet alleen zo dat er 64 adressen zonder meer alleen op de DALI-bus mogelijk zijn, maar je kunt ook daarnaast 64 invoerapparaten toevoegen. Omdat die nu opgenomen zijn in het hele DALI-landschap. Nou, maximaal 16 groepen kun je creëren in DALI. Dat betekent dus als je
een pand hebt met 16 ruimtes, zou je dus één Dalibus kunnen hebben. En kun je alle 16 ruimtes apart schakelen. Soms kun je kiezen om meerdere groepen in een ruimte, dat kan ook. Maar die 16 groepen, dat staat wel vast. En 16 scènes. Nou, wat ik al zei, het DALI 2-protocol, dat zorgt ervoor dat het fabrikant overkoepelend werkt. De interoperabiliteit of de compatibiliteit wordt daarmee gegarandeerd. De herconfiguratie gaat met de software, je hoeft geen infra aan te passen. Je kunt bij wijze van spreken een grid aanleggen, om de 3,80 meter een sensor. Dat je zegt, van, oké, ik ga gewoon een netwerk aanleggen en ik kan later bepalen welke ruimtes bij elkaar gevoegd worden, welke armaturen bij welke sensoren. Dat kun je later allemaal softwarematig inregelen. Het voordeel van DALI 2 is ook het bidirectionele communicatieprotocol, de statusmeldingen. Uiteraard ook gewoon een DALI-eigenschap. Het is een robuuste buscommunicatie. Ik zei, het is gewoon tussen de 11,5 en 22,5 volt. Het is gewoon een tweeaderige kabel. Afhankelijk van de lengte is het of tot maximaal 1,5 kwadraat. En dat is 300 meter. En heeft te maken met de interne weerstand. Omdat er natuurlijk data overheen gaat, is een extra weerstand in die kabel kan wel een storing geven. Dus dat is heel goed om dat in de gaten te houden. Zeker bij stekelbaar installeren. Hoe vaker je een splitter ertussen zet met interne overgangsweerstand, hoe eerder kans op storingen. Dat is wel een aandachtspunt. En het voordeel is dat het bruikbaar is als subsysteem, een DALI 2-systeem. Je kunt een KNX-systeem erboven hebben met een gateway. En je kunt perfect een DALI 2-systeem integreren in een gebouwbeheersysteem. En uiteraard, ja, daarmee kun je LED optimaal dimmen. Of optimaal sturen voor LED-verlichting. Wat betekent dat voor de eindgebruiker? Ik weet niet, zitten hier installateurs, adviseurs? Een installateur zie ik erbij zitten. Adviseurs zitten er volgens mij ook bij. Eindgebruikers ook, gebouweigenaren. Zit er ook bij? Oké. Je kunt van alles vertellen over DALI, maar wat is belangrijk? Wat betekent dat eigenlijk voor de verschillende partijen, de stakeholders? De investeerder die heeft er belang bij dat het toekomstbestendig is. Elke euro die ik nu uitgeef, wil ik niet dat die eigenlijk al technisch afgeschreven is in het volgend jaar. Je wilt gewoon een installatie hebben die nog steeds voldoet over een x aantal jaren. Het moet duurzaam zijn. Dus eigenlijk moet het, ja, zoveel mogelijk rekening houden met onze milieu-inspanningen. Dus zorgen dat de energieverbruik omlaag gaat, dat het hoeveel het installatiemateriaal wat ik gebruik, dat het minimaal is. Eigenlijk moet je overal rekening mee houden. Maar het moet ook flexibel zijn. Ik had ooit een project, en dat was in de coronatijd, werd het project gerealiseerd. En men wist niet hoe het kantoor er over 5 jaar uit zou zien. Hoe kun je dan nu al een installatie bouwen wat over 5 jaar nog steeds toepasbaar is? Flexibel. Je kunt softwarematig kun je dat aanpassen. En als je dat doet, dan heb je ook een stukje aantrekkelijk vastgoed. Er zijn heel veel bedrijven die verhuren tijdelijk kantoorruimte. En je krijgt steeds meer light as a service. Dus het moet heel makkelijk zijn om het aan de hand van de wens van de gebruiker aan te passen. Dan kun je aantrekkelijk vastgoed dan leveren. De eindgebruiker, dat is de huurder van het pand. Ja, die wil gewoon een lage energierekening. Die wil comfort hebben. De mensen moeten gewoon volgens de Arbo goed licht hebben. Lage bedrijfskosten. Wil niet elke keer storing hebben en dat er elke keer monteur komt en een rekening wordt geschreven. En zekerheid. Hij wil gewoon dat het licht aangaat als het nodig is. Het moet geen verrassing zijn. Nou, die installateur die wil een paar centen verdienen. Die zegt, ja, maar wat voor mij heel belangrijk is, dat ik korte installatietijden heb. Met andere woorden, ik wil eigenlijk gewoon meters kunnen maken zonder elke keer oponthoud. Omdat er weer een DALI-specialist erbij moet komen. Ik wil gewoon zelf kunnen doen. Het moet compatible zijn. Hij moet niet gedwongen zijn door dat protocol dat hij bepaalde merken moet kiezen. Hij wil gewoon vrij zijn in die markt. Als het DALI 2 is, moet hij kunnen kiezen. Want het heeft allemaal te maken met inkoop, maar ook beschikbaarheid. Ik kan wel zeggen, van ik moet dat kopen, maar als het niet beschikbaar is, kan ik niet verder met mijn project. Kennis. Ja, dat is ook een hele belangrijke. Ik weet niet wat jullie idee is van het kennisniveau, gemiddeld kennisniveau, in de techniek. Volgens mij hebben we daar een uitdaging. Wij kunnen als fabrikant, kunnen we daarbij helpen. Wij kunnen zorgen dat het steeds makkelijker wordt voor die installateur om iets te realiseren wat op een hoog niveau ligt. Een beetje vergelijkbaar met wat Windows deed. Je hoeft er helemaal geen ICT'er te zijn uiteindelijk om die laptop te kunnen bedienen. Dus het moet makkelijk te bedienen zijn, makkelijk te configureren.
Dus je moet minder kennis nodig hebben om het te realiseren. Maar ook meer werk. Nou zegt een klant van ja, maar ik wil eigenlijk hier een wandje tussen zetten. En ik wil eigenlijk dat er nu eventjes apart geschakeld wordt, de verlichting. Ja, vroeger moest je misschien nog apart alles weer scheiden van elkaar, met een schakelaartje. En nu kun je er gewoon, binnen 10 minuten met een app kun je realiseren dat twee aparte groepen zijn. Uiteindelijk resulteert dat in betere marges voor de installateur. Ik heb ook een mooi voorbeeld bij een project. Het punt van oplevering kwam steeds dichterbij. En op een gegeven moment zegt de installateur van ja, ik kan nog niet gaan installeren, want de klant weet nog niet hoe de indeling wordt. Toen zei ik van, heb je gedacht aan DALI 2? Ja, hoe dat dan? Ik zei, nou, dan maak je gewoon een grid en dan met een sensor met een geïntegreerde application controller, de DALI lichtsturing. En na de tijd kan die klant wel bepalen wat er in die ruimte gaat gebeuren. Dan kunnen we gewoon softwarematig aanpassen. En hij kon verder met de installatie en hij kon zijn opleveringstermijn kon die halen. Anders moest hij maar wachten wat de opdrachtgever bepaalde. Als je het dan over DALI hebt, heb je het ook nog een keer over broadcast. En op een, even kijken hoor. Centrale lichtsturing, decentrale lichtsturing, broadcast. Zijn er termen die jullie iets zeggen? Centrale lichtsturing of broadcast? Toen was het stil. Nou, we hebben 3 verschillende smaken. Ik begin bij de oplossing, en dan praat ik echt wel nu weer voor het merk Ezilux. En dat is eigenlijk de oplossing waarbij wij een centrale application controller in die 16 groepen gebruiken. En eigenlijk een netwerk opbouwen. Kan ook met andere leveranciers erbij. En op die manier zeg maar een lichtsturing gaan realiseren. Op basis van DALI 2. En doen we met een sensor, met een geïntegreerde application controller. Application controller is niet meer dan zeg maar het brein van de DALI lichtsturing. Die bouwen we gewoon in een sensor. Maar dat doen we ook met ingangen. Dat zijn pulsingangen die we dan weer omconfigureren naar een DALI input device. Het is een volledig DALI netwerk. Het is geen beperking, gewoon 16 groepen, 16 scènes, 64 armaturen. Eventueel 64 andere invoerapparaten erbij, is allemaal mogelijk. En op basis van aanwezigheid, het is een passief infraroodsensor, dus hij detecteert gewoon of er iemand in de ruimte is, hij meet licht. En aan de hand daarvan kan hij dat naar de application controller sturen en de application controller bepaalt wat hij ermee doet. Er zit een reletje in voor eventueel 230 volt gebruikers. Hè. Hier staat HVAC, HVAC, maar het kan ook een ander 230 volt apparaat zijn. Allemaal geïntegreerd in een sensor. En hoe ziet dat eruit? Nou, in een schemaatje. APC DALI 2 sensor met application controller. Nou, de application controller zit erin, dat is het oranje vlak. De power supply, want uiteindelijk heb je ook spanning nodig, stroom nodig. Die zit erbij in geïntegreerd. Lichtsensoren, bewegingssensoren en invoerapparaten. Nou, zo'n netwerk, daar heb je ook andere sensoren mee nodig en die kun je op de DALI-bus erbij zetten. En dat zijn de invoerapparaten, bewegingssensor, lichtsensor, die zitten ook in de sensor ingebouwd. En dan heb je de power supply niet meer nodig en je hebt de application controller niet meer nodig. Nou, hartstikke leuk en aardig, maar hoe ziet het dan uit als je een lichtplannetje hebt? Ik denk dat het voor veel mensen wel herkenbaar is. Klein kantoorgebouwtje. Verschillende ruimtes. In dit geval zijn er 13 groepen gerealiseerd. En elke groep heeft weer zijn andere wensen gehad. Wat lichtsturing. Ik ga niet op allemaal in detail nu op deze tekening in. Ik heb hem even verder uitgewerkt. Je hebt bijvoorbeeld een voorbeeld dat je een lichtregeling wil. Dat je zegt, nou ik wil aan de raamzijde dat hij gaat dimmen. Maar met een offset dat hij ook aan de muurzijde gaat dimmen. Om hem zo maximaal energiebesparing met een optimaal comfort te hebben. Dat kan, dat doen we met een offset. En die offset, die zet je gewoon in de software tussen 2 groepen in die ruimte. En dan loopt die lichtregeling automatisch. Het gebeurt ook wel eens dat sporthallen, conferentieruimtes waar vouwwanden, schuifwanden in zitten, die gewoon flexibel ingedeeld moeten kunnen worden. Ook dat is op te lossen met DALI 2. Ik gaf al aan dat er een impulsingang zat op de sensor. En die kan ik softwarematig met mijn app, ik heb hem nou niet bij mijn telefoon, maar heel simpel met je smartphone, maak je verbinding met de sensor. En dan geef je gewoon aan van, goh, ik wil eigenlijk één van die ingangen, wil ik dat het een switch wordt. En die switch wordt geactiveerd met een vouwwand. En als die switch gesloten is, dan wil ik dat die groepen actief zijn. Is die open, dan wil ik dat andere groepen actief zijn.
Nou, al die groepen ga je definiëren en uiteindelijk kun je gewoon mooi realiseren dat je met een aantal schuifwanden verschillende schakelingen realiseert. En dat gaat heel makkelijk. Je hoeft geen hardware erbij te hebben, behalve dat contactje dan in die vouwwand. Maar voor de rest hoef je geen spannende software, hardware erbij te hebben. Heel eenvoudig te realiseren. Klaslokalen. Zijn hier mensen die zich ook wel eens bezighouden met schoolgebouwen, met klaslokalen, met lichtsturing die daar gerealiseerd moet worden? Voor de tijd van de smartboards was het makkelijk. Je had een schoolbordverlichting en je had eventueel raamzijde, muurzijde die apart geschakeld werd. Maar tegenwoordig wil je veel meer, want je hebt een smartboard en dan wil je eigenlijk het licht terug kunnen dimmen. En soms heb je ook niet het smartboard wat je gebruikt en dan wil je wel meer licht hebben. Dan moet je al meerdere groepen in een klaslokaal hebben om te schakelen. En dat moet niet te complex worden. We hebben hier een voorbeeld met ook scenario's, met scènes, dat je heel eenvoudig met een inschakelen van een smartboard zegt van, hé, ik hou nog steeds de groep raamzijde, muurzijde die ik apart met een offset kan dimmen, maar ik maak in één keer van de armaturen bij het smartboard een aparte groep. En die kan ik ook apart weer dimmen, opdimmen, inschakelen, op het moment dat het smartboard is ingeschakeld. Dat zijn allemaal schakelingen die je automatisch zo kunt realiseren. Een swarmfunctie. Ik ben bewust, in Nederland wordt er nog niet zo heel veel over gesproken, over swarmfuncties. Zijn er hier mensen die weten, ik weet wel een paar die weten wat het is. Ik zit erin te lachen, oud-collega. Daar zit wel een linkje met de nieuwe NAND 12464, of neem de oude eigenlijk ook al. De NAND 12464 die zegt, op een werkplek moet ik 500 lux hebben. En vanuitgaan dat de 500 lux gewoon een normale standaard lichtwaarde. Direct de randomgeving moet dan 300 lux hebben, dat is een halve meter. En de rest van de ruimte moet op 100 lux zijn. En dan heb je een grote kantoortuin. De 9-to-5 mentaliteit is er niet meer. We werken soms nog tot 8, 9 uur 's avonds soms. Om dingen te realiseren. En dan zit je in zo'n kantoortuin en dan heb je hier licht en de rest is donker. Dat is niet fijn. Daar krijg je hoofdpijn van. De NEN zegt er ook van, nee, je moet in de rest van de ruimte 100 lux hebben. Ja, hoe ga je dat realiseren? Ga je alle lampen handmatig terugdimmen? Nee, daar hebben we een swarmfunctie voor. Dat betekent, ik zie trouwens wel dat het beeld niet helemaal scherp is af en toe. Waar je aanwezig is, ga je naar de 100%, althans naar die 500 lux. En de hele datanetwerk weet gewoon welke groepen ook binnen die swarm zitten. Want dat heb je hem verteld. En vervolgens kun je zeggen, van, nou dan wil ik die groep op 20%, 100 lux. Voldoe je perfect aan de NAN, maar wat nog belangrijker is, je biedt de gebruiker van die ruimte comfort. En dat comfort is gewoon dat hij minder problemen heeft bij het adapteren op de lichtsterkte. Op het moment dat je in een donkere ruimte bent en je hebt alleen op je werkplek licht en je kijkt een keer op, dan moet je je pupillen verwijderen, want het is donker om je heen. En onbewust doe je dat regelmatig. Gebeurt dat vaak? Daar word je moe van, krijg je hoofdpijn van. Dit lost dat op. Dus het is echt goed voor het welzijn van de medewerkers. Voor de techneuten, hoe ziet het dan uit? Al die mogelijkheden op zijn sensor. Daar heb ik allerlei contacten voor nodig. Nou, we hebben het hier in een schemaatje gezet. De compacte APC-sensor van de Asilux. Daar zitten een aantal aansluitingen. Je hebt je spanning nodig. Ik had het al over de DALI-aansluiting. 250 mA. Ik heb een klimaatcontact op zitten en 4 pulsingangen. Dus dat betekent dat op die sensor zit in dit geval 12 aansluitingen. Best wel veel, maar goed, je zag ook dat die redelijk fors was. Control gear, een drivertje erbij, die krijgt een spanning en die zit op de DALI-bus. En ik heb eventueel een netwerksensor, een DALI 2 BMS-sensor. Een sensor dus zonder spanningsvoorziening en zonder application controle. En zo kun je in totaal 64 van beide, de control gear en de BMS-sensor, kun je erop zetten. Als je wilt. Tot maximum 250 mA. Dat is wel een grens. En doe je heel eenvoudig met een app. Gratis downloadbaar. Op de App Store, de Play Store. Andere oplossing is een centrale lichtsturing. Dan heb je geen application controle nodig. Centrale sturing. Gebouwbeheersysteem. Een gateway naar DALI en dan gebruik je alleen maar netwerksensoren. Alles wat zeg maar achter die gateway zit, is ook weer adresseerbaar. Ook weer beperkt met 64 invoerapparaten en 64 drivers. Uiteindelijk kun je een gebouwbeheersysteem meerdere van deze systemen parallel schakelen. Dan kun je de schaal aardig vergroten.
En dan ziet het er zo uit. Een beetje vergelijkbaar. En dan kun je ook weer een aantal groepen maken, kun je dezelfde scènes maken, maar dan doe je dat in een ander protocol. En broadcast, dat kunnen we nog makkelijker maken, is geen DALI 2, als we praten over oplossingen van Azilux, dat is gewoon het oude DALI-protocol. Ik weet niet of we dat DALI 1 moeten noemen, want toen DALI op de markt kwam, hadden ze nooit gedacht van, hey, dit is DALI 1, want we gaan straks een keer naar DALI 2. Dus dat is nooit als DALI 1 betiteld. Dus laten we het gewoon DALI noemen. En broadcast betekent niks anders dan dat je de armaturen niet apart gaat adresseren. In principe ga je gewoon twee lijntjes in dit geval, of één lijn, en alle armaturen zijn gelijk aan elkaar. Dus als de dimwaarde op 80% staat, geldt dat voor alle armaturen op die lijn. Ga je een schakelaar op die lijn zetten, schaadt je ook alle armaturen. Een mooie oplossing voor kleine kantoortjes. Klaslokalen ook nog steeds. Alleen je ziet, je bent met twee groepen, beperkt. Het voordeel hiervan is dat je ook actoren kunt toevoegen op elke lijn. En dan kun je dus ook eigenlijk twee groepen schakelen en twee groepen kunnen sturen. Lost nog steeds een heleboel op. Alleen je bent wel beperkt. En dat is mooi van die DALI 2. Met DALI 2 zijn de beperkingen eigenlijk zijn er niet. Een centrale lichtsturing. Dus gewoon in de ruimte. Stel ik alleen deze ruimte wil sturen. Nou, dit zal wel DMX-sturing zijn, denk ik. Vanuit de theatertechniek. Maar stel je voor dat je hier, dit een kantoor is. En je wilt die twee groepen licht sturen. Kan het prima. Ook hier hebben we de offset in staan. Hier voorbeeld 30%. Dat is een heel mooi voorbeeld. Rechtsbovenin zie je dan het klaslokaal. Dan hebben we kanaal 2, kanaal 1. Kanaal 2 is aan de raamzijde, kanaal 1 aan de muurzijde. En ik definieer gewoon wat voor offset erin zit. Wat wel belangrijk is, die sensoren van ons, die willen wel weten wat nou de ene kant of de andere kant is. Dus vandaar dat we dat gecodeerd hebben met de eentje en een tweetje. Dus voor de installateur is het belangrijk om goed te monteren. Hij meet licht aan twee zijdes. En ook hier die offset. Wat ook belangrijk is, als je twee kanaals gaat sturen, heel vaak gebeurt het dat de verlichting aan de raamzijde uitgeschakeld wordt. En dan zegt de klant, de gebruiker zegt van, hey, dat klopt niet. Het is donker aan de raamzijde en licht aan de muurzijde. Dat zou toch niet moeten zijn? Daar is wel een verklaring voor, want als je gaat meten, blijkt het helemaal niet zo te zijn. Blijkt gewoon dat je keurig wel een gelijkwaardige lichtwaarde hebt. Alleen als je aan de raamzijde zit en krijgt heel veel licht van buiten, heb je heel veel luminantie vanaf de raamzijde. En als de luminantie hoog is, dan gaat je pupil natuurlijk ook vernauwen. En dan lijkt het niet minder verlichte gedeelte donkerder. Hè? Terwijl je die luminantie verder aan de muurzijde minder hebt. Dus het is ook gevoel. Meten is weten. Maar wat wij wel doen, is zorgen dat die twee kanalen niet tegelijkertijd wordt uitgeschakeld. Of niet wel tegelijkertijd wordt uitgeschakeld. He, dat er een uitschakelvertraging is en dat dan in één keer dicht uitgaat als er genoeg licht in de hele ruimte is. Het is echt in de nutshell, want over DALI 2 kun je nog veel verder gaan discussiëren. Wat er mogelijk is, er is ontzettend veel mogelijk. Eigenlijk zijn de mogelijkheden door dat hele nieuw gedefinieerde landschap gewoon oneindig. Er komen steeds meer componenten bij, met touchscreens, et cetera. En je kunt echt de meest mooie lichtschakeling realiseren. Okay. Dank voor de aandacht. Fijn gedaan. Dankjewel, Roderick. Zijn er vragen? Dankjewel. Op sheet nummer 9, daar gaf jij de mogelijkheden aan van DALI 2, wat er allemaal op aangesloten kan worden. Er stonden verschillende kleurtjes bij en stippellijntjes. Betekent dat allemaal nog niet actueel is of heeft dat een andere betekenis? Ik ga er even toe. Dat klopt. Een aantal zijn pending, zo gezegd. En een aantal zijn al. Dit is de laatste update vanuit de DALI Alliance. Je ziet ook, er zit een legenda bij. Maar om alles in detail, de tijd reikt daar niet voor. Er zijn een aantal standaard die zijn gestippeld. Maar die zijn nog niet gefinaliseerd. De stand is nog niet gefinaliseerd. Een aantal
producten zijn er wel, maar nog niet gecertificeerd. Hè? Dat is de grijs omlijnde. En je ziet eigenlijk de definities wel welke wel al niet en al niet beschikbaar zijn. Het is een ongoing proces natuurlijk. En een aantal producten zitten gewoon nu in de certificering. En het mooiste is om gewoon te kijken bij de Dahlia Alliance. Er zit een hele mooie database. En dan kun je ook elke categorie kun je daar kiezen en kijken welke producten al gecertificeerd zijn. Zijn er nog vragen? Ik had er misschien een korte. Jullie spreken van apps die eigenlijk het leven van de installateur gemakkelijker zouden moeten maken. Wordt er ook nagedacht over een app die hen toelaat om heel snel en makkelijk ook commissioning toe te passen, uit te voeren? Nou, die hebben we. En soms is het, met 10 minuten kun je al een Dali-netwerk, volledig Dali-netwerk. Soms in 50 armaturen in Dali-netwerk en 10 sensoren. En om die groepen te definiëren in 10 groepen, dat is een kwestie van 10 minuten. Maar commissioning is kijken of dat de regeling doet wat het hoort te doen. Nou, hij is ook gelijk, hij actualiseert ook gelijk, hij doet het ook gelijk hetgene wat je daarin zet. Oké. Dus op het moment dat je programmeert, het is real-time, doet hij dat. Of programmeren, configureren. En je kunt ook gelijk meten van, is het inderdaad hoeveel licht die ik ingesteld heb, klopt het ook. En dan kunnen we ook nog een keer zeggen van, de reflectiefactoren in de omgeving, die bepalen uiteindelijk hoeveel licht er echt is. En dan kunnen we ook nog een stukje gaan kalibreren. En dan zie je ook gelijk het resultaat. Okay. Dus commissioning is echt gewoon real-time. Dus installateurs hebben niet het excuus dat het te lastig, te moeilijk en te arbeidsintensief zou zijn. Wat ik al aangeef, wat betekent voor de installateur? Het is zoveel makkelijker geworden en het is zoveel sneller. En de kennisniveau die gevraagd wordt, is minder hoog geworden. Dus laat dat geen belemmering zijn om kennisniveau omhoog te brengen, maar het is wel wat makkelijker geworden. Oké. Dan, ik had toch nog een vraagje en dat zal de laatste zijn. Als ik een project heb met armaturen die niet met Dali zijn uitgevoerd en ik wil ze toch graag via het hele besturingssysteem geschakeld hebben, wat moet ik dan doen? Nou, het mooie is bijvoorbeeld, ik noem gewoon merken, Tridonic, die heeft Dali 2 actoren en die krijgen ook een adres. En zo kun je bij wijze van spreken 64 adressen, 64 groepen on-off zelf schakelen. Er zit 1 230 HVAC-relais zit erop, dus daar zou je 1 groep mee kunnen schakelen. Maar goed, dat zal de wens niet zijn, 1 groep, want dan hoef je geen Dali 2 te hebben. Maar als die armaturen het onderdeel uitmaken van het totale pakket, dan kan dat gewoon. Er is veel mogelijk. Dan gaan we je bedanken in elk geval voor deze mooie uitzetting. Belangrijk dat de hele verlichtingssector beseft wat de mogelijkheden zijn. Ja. En in naam van NSVV kan ik u ook deze lichttegel overhandigen. Dank u wel. Dank u wel.